en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. En blijf jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. En ik heb zo net een heerlijke douche genomen. Ik ben me nu nog aan het kleden, mijn af en drogen. Maar dat deed ontzettend deugd. En het is al na 1 uur dat ik ben wakker geworden. Mensen hadden mij 2 keer moeten wakker bellen. Maar eindelijk ben ik er nu wel uit. Ik moet nog de vlog nog herinneren van gisteren. Dus ik heb nog een en ander nog wat te doen. Ik zal zeggen go go go. En jullie hebben misschien ook goed gezien. Ik ben geschoren. Jawel. Ik zou het ook nog doen, mensen. Oh jawel. Ik ga ook nog op Pokémon jagen. Dus ik heb ook mijn powerbank nodig. Goed dat ik daarover spreek, mijn powerbank. Ik eens nemen. Hupsatree. Ja, die mag uit de stroom. Voilà, die is opgeladen. Voilà, de powerbank. Die gaat mee. Nu nog eerst alles op mijn computer zetten. En dan kan ik doorgaan. Tralalalalalala. Weer zo'n fris kopje dat ik kan teug doen. Het is al opgewarmd. Tot zo. Ja, want ik heb de deksels er vanaf gedaan. Zijn ze al goed warm? Ik vind het van wel. Ja, mensen, we gaan macaroni met kaas en hes weten. Wat ik heb meegebracht van mijn partner, Alex Matthijske. Laat ze maar eens zien. Oh nee, onderkant is koud. Ja. Ha. Kan ik weer naar boven? Je moet je altijd voelen aan de onderkant, hè? Ja. Zeg het dan op de voorhand. Oké, zal ik op de voorhand zeggen. Ja, nu is het te laat. Kan ik weer naar boven. Ja, dus we gaan dus macaroni met kaas en hesp eten. En dan wil ik ook nog iets zeggen over Discord. Houd alsjeblieft deftig. Kom naar onze Discord server. Kom met ons gezellig meechatten, maar lees ook alsjeblieft ook de regels. Want wij moeten regelmatig heel veel berichten verwijderen. Omwille van bij het kanaal getallen is het zo, dus bijvoorbeeld dat ik 131 type, dan moet jij bijvoorbeeld 132 typen. Dan moet ik weer al 133 typen, jij dan weer 134. Dan typt er misschien nog iemand anders 135, dan moet jij 136 typen. Dan tijd er misschien nog iemand anders 137, dan moet jij 138 typen, enzovoort, enzovoort. En bij de woorden is dat juist hetzelfde. Dus jij post bijvoorbeeld van de vorige woord huis, dan is de laatste letter een S, dan moet jij daar slang van maken. En dan moet er iemand anders weer wat van die G getallen, dat is weer dan een N. En dan kun jij weer al met een N weer al verder. Dan bijvoorbeeld niemand, dat is met een D. Dan kan je weer al verder met een D. Dan is dat bijvoorbeeld donker. Dus dan moet je weer al verder gaan met de R. Dan heb je dan bijvoorbeeld het woordje rekenmachine. Dat is met een E. Dan moet je weer al verder gaan met een E. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus bij deze, houd ook alstublieft deftig. En ze is echt naar mij aan het kijken, daar van boven. Afkijker en afluisteraar. Ja, daarboven mensen. Ik weet niet of jullie het haar hebben kunnen zien, maar ze stond... Hier zijn ze aan boren. Oké. Ja, dus hou het ook alsjeblieft deftig op Discord. Oké, ze zijn er echt heel goed aan het renoveren in die huis. En als ik wil praten, dan zijn ze continu aan het boeren. God, mijn jette tot de tjui. Oké, nu zijn ze weer gestopt. Dus, ik ben nu aankomen bij mijn schat. We gaan dus hier lekker macaroni met kaas en hesp eten van Alex Matthijske. Dankjewel. Christian. Ik moet even denken op de naam. Van Alex Matthijske.
En ook een tip, als je iets gaat opwarmen, voel ook aan de onderkant als het warm is. Dan is het goed door. Goed opgewarmd. Wat ik nog vandaag nog ga doen, dat is nog even socializen met mijn meisje. Dus met Bejakke. Samen eten natuurlijk. Ik heb honger. Ik heb honger. Ik heb honger. Ik heb honger. En die gitaar zo boven. Fuck you. Oh. Toch, ik heb toch geen lieve meisje, hè? Nee, hè? Ik mag niet ongeduldig zijn, zegt ze. Oké, dan. Ik kan zo terug in slaap vallen, hè, mensen. Ik weet niet wat dat de laatste tijd is. Is dat ook al de vermoeidheid dat ik terug de eerste week ben gaan werken? Dat ik dat nog niet gewoon ben. Volgende week is het alleen maar maandag, dinsdag en woensdag dat ik moet gaan werken. Donderdag en vrijdag heb ik weer al vrij. Oh, dan kunnen we misschien wel leuke dingen gaan doen. Ik weet dat nog niet. Misschien ga ik nog wel eens magneetvissen. Ja. Of misschien als er een pretpark open is, dat ik naar een pretpark ga. Pretparkvlog. Zien jullie dat wel zitten, pretparkvlogs? Laat het eens hieronder in de comments weten als jullie dat zien zitten, pretparkvlogs. Dan ga ik dat ook doen. Dus gelijk wat er sowieso aan zit te komen zijn opnieuw natuurvlogs. Dan, wat ik ook nog wil doen, dat zijn ook nog magneten. Dus, ik wil ook nog gaan magneetvissen, dat komt ook nog in mijn vlogs terug. Natuurwandelingen, misschien pretparkvlogs. Wat er ook, hoe ze schijnt, door deze jaar zit aan te komen, als het mag doorgaan door deze coronatijden, is bouwdingen. Dan gaan er ook bouwdingvlogs in te voorkomen. En de rest, ja, dat weet ik dus nog niet wat er nog in voor kan komen. Misschien nog wat gaming. Ah ja, ik ga ook horen als het doorgaat naar Pixelan. Dus schrijf je in op www.pixelan.be. Dan, ja. Want daar ben ik ook aanwezig. Daar is Bea ook aanwezig. En Bea is weer al zo snel terug. Is het al opgewarmd? Ja. Ik heb het nu goed gevoeld, dus ik ga niet zeveren nu, hè. Oké. Allee mensen, ik ga eten, dus ik zie jullie allemaal straks terug. Zie mijn schatje maar eens werken. Filmpje mee, of wat? Ja. Hallo, kijkers. En vertel het eens, wat heb jij vandaag gedaan? Bezoek gehad van mama en zus. Je had zee gespeeld en dat is het. Gegeten. En dan voor de rest niks. Vooral gerust. En nu ook een klein beetje opgejaagd op Discord, klopt dat? Klein beetje, ja. Allee, nog eens tegen de kijkers. De groetjes. Voilà kijkers, dan hebben jullie ook nog Bea gezien, hè. Maar die had gaat mij al laten zien, hè. Ah, oké. Okay. De vlog van gisteren heb ik ook nog iets opgemerkt, dus bij deze doe ook nog de toevoeging. Dankjewel weer om een deel uit te maken van mij en Bea haar leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. Wanneer er ook een nieuwe vlog of video online gaat komen op mijn YouTube-kanaal. Ik heb dus gezien, omwille van... ik ben de vlog in elkaar gaan steken en ik heb de outro eigenlijk niet tegengekomen. Dus bij deze heb ik deze outro nu een dagje later gemaakt. Maar met deze, beter laat dan nooit. Tot morgen, yo!